10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 2, 1, and liftoff. Banana Split met Ralf Inbar. Goedenavond. Dank u. Goedenavond, vrienden. Misschien zijn er onder u die denken dat dit mijn nieuwe baan is. Helaas, ik moet ze teleurstellen. Dit is slechts mijn bescheiden bijdrage aan de actie Een Beter Milieu begint bij jezelf. U kent die actie wel, allemaal bekende mensen vertellen op de televisie wat zij doen om het milieu te verbeteren. Niemand heeft mij iets gevraagd, dus ik dacht, kom, ik neem zelf het initiatief en ik ga vanaf nu de studio schoonhouden. Dan heb ik het gevoel dat ik ook iets doe. Dus bij mij begint Een Beter Milieu bij mijn eigen stofzuiger. Ralf, ik wil niet brutaal zijn hoor, maar ik kan wel zien dat jij thuis nooit de stofzuiger hanteert. Hoezo? Nou, je houdt die stand toch allemaal verkeerd vast. Sinds wanneer ga jij me nu vertellen hoe ik mijn slang vast moet houden? Ander onderwerp. Vertel jij maar eens wat er allemaal bij ons vanavond te zien is, Louis. Hè? Ja, dat lijkt me een goed plan. Ja, heel graag. We hebben vanavond een opname uit Frankrijk over een nogal vreemd rijexamen. Ja. We gaan kijken naar onzichtbare laserstralen. Zo, ja. En we gaan ook kijken naar onze speciale gast van vanavond, want dat is Peter Timofeef, de weerman van het journaal. Kijk, ik heb me altijd afgevraagd hoe iemand op het idee komt om weerman te worden. Want wat er ook gebeurt, hoe slecht de economie ook is, elke dag is het toch weer. Ze zullen nooit zeggen, sorry meneer Timofeef, er is voorlopig geen weer. Zodra er weer is, bellen we je weer. Ja, later in dit programma meer over het weer van Peter Timofeef. Maar hier is onze eerste gast van vanavond, Daan Enkelaar. Kijk, dat doet me nou deugd. Ik lanceer net mijn eigen Beter Milieu-actie op televisie. En nog geen minuut later hebben we respons. Zo snel, het lijkt wel... Piep! Dat was afgekomen hoor. Behalve verborgen cameraman houdt Louis ook eventuele sluikreclame in de gaten en behoedt ons zo voor hoge boetes van het commissariaat voor de media. Dank je, Louis. Daan Enkelaar heeft ongewild Bananensplit geholpen bij het checken van een nieuw alarmsysteem dat wij hadden aangelegd in het Utrechtse Orgelmuseum. Als u tijd heeft, dan moet u daar eens gaan kijken, want ze hebben daar schitterende straatorgels. Mag dit eigenlijk, Louis, wat ik nu zeg? Ja, dat is cultuur, hè? Dan mag het. Oh, is cultuur, pardon. Oké. U kunt nu kennis maken met het allernieuwste alarmsysteem, geheel gebaseerd op de werking van onzichtbare laserstralen. Wij gaan naar de grote orgelzaal van het museum in Utrecht. Ik zal u eventjes wijzen hoe de zaken gaan. Er is nogal vaak ingebroken hier. We hebben dus hier een alarm. Ja. En dat zijn dus laserstralen. Ja, laserstralen die dus onzichtbaar zijn. Hier zit er één. Daar moet ik dus overheen. Zo, blijft u staan hoor, anders gaat dat ding af als u niet precies weet wat. Hier is er één. Dan hebben we hier op deze hoogte, hebben we er ook. Eén. En precies, dan moet u hier bukken. Zo. Hier naartoe. Dit is vrij. Pakket. Hier is de werkkast. Hier zitten de spullen in. Dan hier. Zo. Dan is er hier nog één. Tot en met het eind van dit bankje. Dan kunt u kruipen. En u mag dus niet 20 centimeter langs de rand in zijn totaliteit. Ja? Ik kom weer naar hem terug. Hier. Onderdoor. Hier is er één. Hier. Dat is het. Mocht het alarm afgaan, op de rode knop drukken en dan kom ik wel even. Ja? Naar de klus? Ja, zeker. Nou, succes. Ik kijk u uit, daar begint het, hè? Ja.
bedoeld hoor. Weet u wel hoe dat komt? U zit constant te dicht bij de rand van het parket. Oh. Daar lopen de dingen langs. Het parket is vrij, maar de rand... Hier op de rand? Ja, ja, kijk, ja, niet met de vingers over hoor. En bij die rand moet je even uit. We blijven er maar een centimeter of vijf voor. Hier moet je onderdoor, hè? Ja, nou, ik zou het niet doen hoor. Blijf maar, een beetje op die rand van het parket. Hier moet je eruit, hè? Ja, daar blijft ja. En hier dan? Ja. Oh, dat is goed. Geen werken. Nee, dat was ook niet meer. Geen werken zo. Ik heb voor jou uiteraard de eerste trofee van dit programma weer. Ja, ja. Oh, kijk nou even. Ja, ja. Eerste trofee als je toen gelijk hebt. Ja, heb... Louis, wat doe ik hier aan? Hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? Heb jij eraan gezeten of zo? Nee, ze waren wel wat goedkoper dan anders. Jij krijgt een... Jij maakt hem wel. Ja, ik maak hem voor je straks. Ja. Ja, maar deze is alvast voor jou. Ja, dankjewel. Straks dan zullen we het repareren. Ja. Nadat jij ontdekt had van die laserstralen, toen ben je in actie gegaan. Toen heb je iets gedaan. Ja, toen dacht ik, nou weet je wat, ik kan ook wel mijn vrouw en mijn schoonzuster in de maling nemen. Dat lijkt me toch wel aardig. Met dezelfde grap. Met diezelfde grapje. Ja. Wij verwelkomen de dames Riet Enkelaar, vrouw van, en Ria van der Zouw. Goedenavond. Zitten. Ja, want hij heeft net, ik heb net, nee, ik heb niet gestofzuigd, maar hij heeft het heel goed gedaan. Doet ze dat altijd? Controleert ze altijd? Ja, nou, niet altijd, maar. Hé? Hey? Ik doe het altijd meisje goed, hè? Huh? Dat heb je toch gezien? Ja, jij doet het heel dat goed. Dat ik het heel goed doe. Ja, ja. hoe lang al samen? 17 jaar werken we samen. Ja. 13 jaar bij het laatste schoonmaakbedrijf. Even terug naar jullie thuis. Heeft ieder zijn eigen stofzuiger? Of hebben jullie er maar één? Je kan er maar één thuis vinden. Dus hij zou wel gezamenlijk, weet je. En wie houdt de boel schoon bij jullie? Normaal? Ik. Dat doet Oké, wij gaan gauw kijken naar de wonderlijke avonturen van deze twee aardige dames... die zich zullen ontpoppen als twee keiharde Utrechtse Rambo's. Of is het misschien Ramba's? Hoe het ook zij, nu volgt alarmfase 2. Dan kruipt u er hier onderdoor, onder die stralingen. Hier, zo. Is hier de werkkast, met de sleutel in. Daar zitten de spullen, de stofzuiger en de Primo in. Dan moet u zelf maar even verdelen wie dat doet. Die stralingen zijn net zo hoog als een stofzuiger hoog is. Ja? Kom ik weer terug bij u. Hier moet u dus er ook weer overheen. Hè? Dus twee keer er overheen. Kruipen daar naartoe en dan moeten jullie samen even verdelen wie gaat stofzuigen. Het best. Twee keer eroverheen. Twee keer eroverheen. Eén. Okay. Eén. Twee. En dan onderdoor naar het pakket. Precies. Kan je vrij lopen. Eroverheen. Ja. Nou, dames, succes. Eerst is bij die naad. Ja. Thank you.
Nee, die heb ik al. Kom. Kijk uit hoor, dat u niet verder loopt. Nee. Anders krijgen we, ja. Zou u te dicht bij die pijpen misschien? Nee, straks nee, ik sta al hier. En toen gebeurde het? Ja, ik sta al hier. Ja? Ik ben al helemaal mee, ik sta op lange benen, dus ik... Ja. Dat ik begrijp er niks van. Was een stukje nog? Ja. Nou, het is wel goed gegaan, toch? Ja. Waar gebeurt het nou? Ik. Ja, overheen. Kruipen overheen, overheen. Dat doe ik goed. Ja. Maar ik moest meer kruipen overheen, overheen. Ja. En toen deed ik het zelf. Ik ging er overheen. Ja, het ja, is een beetje ingewikkeld, hè? Zij moet dat nou alleen nog terugkomen. En ik ben niet meer. Kom maar, die moet terug. Ik heb het niet zo dat ik altijd zie voor achterlijk werk zitten.
zo spannend. Nou, wat gebeurt er dan? Wat is er dan? Dat probeer ik zelf. Nee, ik weet. Samen, met z'n tweeën. Dit. Let op. Oké. Eén. Ja, kijk, hij stapt er al op, hoor. Nee. Jawel. Ja, dat moet ik doen. Eén. Wacht even. Ga je, als je nou een straatorgel nog ziet, hè, op straat, dan komt zo'n man... Ga ik automatisch omhoog. Ria. En Trofee, ik hoop dat hij het goed doet. Ja, die is goed. Zo. Kijk eens, alsjeblieft. Dank u wel. En Daan, wil ik misschien dit wil geven. Kijk eens aan, Riet. Heb jij een trofee? Dank je wel. Louis, ja. Heb jij nou eigenlijk eindelijk je rijbewijs gehaald? Hoe zit dat? Jawel. Het heeft wel een tijdje geduurd, een paar jaar, maar ik heb wel een internationaal rijbewijs. Ah, je bedoelt dat je hem op de Nederlandse Antillen gekocht hebt? Verstandig hoor, Louis. Jij weet tenminste wat je moet doen als er een palmboom van rechts komt, hè? Heel verstandig, jongen. Onze volgende gasten is een bekende Française. Die werd gefilmd door de collega's van Surprise, Surprise. Elsa heet ze. Is een jonge zangeres die, toen zij nog jonger was, acteerde in een film met Romy Schneider. Ook is ze te zien in de film Casanova met Alain Delon. En natuurlijk vanavond hier in Bananensplit, waarin Elsa voor de eerste keer afrijdt voor haar rijexamen. Let op, Louis. On y va. Zullen jullie plaats? Alors, je vous explique un tout petit peu. Il s'agit d'un test, d'un examen d'environ une heure de conduite. Je vais vous poser peut-être à l'occasion des questions sur des panneaux de signalisation, des choses comme ça. Alors, voilà. Donc, nous sommes prêts? Je vais vous indiquer au fur et à mesure à quel endroit tourner et tout et tout. Vous allez sous le viaduc là-bas. Voilà. Bon, dites-moi quelles sont les indications qui sont sur le viaduc là. Bon, enfin. Alors, j'indique 3 secondes. Regardez la droite, tombez sur la gauche. Immobiliser ici. Là. Avancez un petit peu. Je vais vous demander. Avancez jusqu'au panneau qu'on les voit bien. Ok, parfait. Bon. Alors, le premier panneau en bas. Il s'agit de. Pardon ? Il peut y avoir un trou ou un dodane ? Pas vraiment. C'est-à-dire que oui, tout à l'heure nous avons vu que lorsqu'il y a une seule bosse, c'est un dodane. Alors deux bosses, c'est. Non, c'est pas de dodan, c'est une traversée de chameau. Et chameau. Lorsque ceci. Bon. Alors, c'est une des rares places ici en France où il y a des traversées de chameau. Et lorsque ce signe est jumelé du signe du haut, le signe du haut c'est quoi? Bon, ça ressemble à un cochon. Enfin, oui, vu de derrière, mais c'est pas un cochon, c'est une traverse. Bon, c'est une traverse d'éléphant. Bon, si on récapitule, une bosse, deux bosses, et voilà, trois bosses. Alors, trois bosses, c'est trois doudins. Non, parce qu'une bosse, une traversée de chameau, plus un dromadaire. Alors, une chameau, plus un dromadaire, c'est vous prenez, vous voulez prendre la droite ici.
peu au devenir des panneaux ici. Que représente le panneau du bas? Qui souffle de ce côté? Enfin, si un vent qui souffle, si regardez le panneau du haut, ça va peut-être vous aider. Le vent arrive de face? Bon, alors ça, c'est un panneau qui veut dire vent violent. Bon, regardez là-bas. Comment c'est violent? Bekende Française, die werd gefilmd door de collega's van Surprise, Surprise. Elsa heet ze, is een jonge zangeres die, toen zij nog jonger was, acteerde in een film met Romy Schneider. Ook is ze te zien in de film Casanova met Alain Delon. En natuurlijk vanavond hier in Bananensplit, waarin Elsa voor de eerste keer afrijdt voor haar rijexamen. Let op, Louis. On y va. Zullen jullie plaats? Alors, je vous explique un tout petit peu. Il s'agit d'un test, d'un examen d'environ une heure de conduite. Je vais vous poser peut-être à l'occasion des questions sur des panneaux de signalisation, des choses comme ça. Alors, voilà. Donc, nous sommes prêts? Je vais vous indiquer au fur et à mesure à quel endroit tourner et tout et tout. Vous allez sous le viaduc là-bas. Voilà. Bon, dites-moi quelles sont les indications qui sont sur le viaduc là. Bon, enfin. Alors, j'indique trois sur. Regardez la droite, tombez sur la gauche. Immobiliser ici. Là. Avancez un petit peu, je vais vous demander. Avancez jusqu'au panneau qu'on les voit. Ok, parfait. Bon, alors, le premier panneau en bas, il s'agit de. Pardon? Il peut y avoir un trou ou un dodane? Pas vraiment. C'est-à-dire que oui, tout à l'heure nous avons vu que lorsqu'il y a une seule bosse, c'est un dodane. Alors deux bosses, c'est. Deux dodanes. Non, c'est pas de dodane, c'est une traversée de chameau. Lorsque ce signe. Bon. Alors, c'est une des rares places ici en France où il y a des traversées de chameau. Et lorsque ce signe est jumelé du signe du haut, la signe du haut c'est quoi? Bon, ça ressemble à un cochon. Enfin, oui, il est vu de derrière, mais c'est pas un cochon, c'est une traverse. Bon, c'est une traverse d'éléphant. Bon, si on récapitule, une bosse, deux bosses, et voilà, trois bosses. Alors, trois bosses, c'est trois doudins. Non, parce qu'une bosse, une traversée de chameau, plus un dromadaire. Alors, deux chameaux, plus un dromadaire, ça. Vous prenez, vous pouvez prendre la droite ici. On peut revenir des panneaux ici. Bon, que représente le panneau du bas? Enfin, c'est un vent qui souffle. Bon, regardez le panneau du haut, ça va peut-être vous aider. Le vent arrive de face? Bon, alors ça, c'est un panneau qui veut dire vent violent. Bon, regardez là-bas. Comment c'est violent? Ce qui arrive, c'est que le tournant, ainsi qu'à bien d'autres endroits, il y a des coups de vent. Et ce sont les rapides que je viens de filmer. Alors, donc vous serez, vous pouvez tourner à droite.
Alors, je regarde ceci. Donc, étape 1, on ne peut pas lire les panneaux de signalisation sur le viaduc. Étape 2, on ne connaît pas la signalisation du chameau et de l'éléphant. Étape 3, on ne connaît pas l'endroit des vents violents. Je crois que c'est pas très bon pour un permis temporaire, ça. Je vais être obligé de vous retirer. Par contre, si vous me lisez cette affiche, peut-être que je pourrais vous donner un permanent. À une émission qui s'appelle Surprise, Surprise, et dont le monsieur porte la moustache et les lunettes. Moi, je suis l'inspecteur en chef. Ja, het is toch nog goed gekomen met Elsa. Vanwege ons 10-jarig jubileum hadden wij verleden week hier in de studio twee kinderen te gast. De Banana Kids, ooit door ons geobserveerd met een verborgen camera tijdens het maken van een taart. En misschien heeft u dat verleden week kunnen zien thuis. Vanavond wil ik u graag een derde Banana Kid in herinnering brengen. Een jongetje dat precies 10 jaar geleden door ons werd verrast tijdens een boeiend gesprek met onder andere een banaan en een pompoen. Hoe heet jij? Fliek. Ja. En hoe ben je achternaam? Banaan. Banaan? Ja, wie bedoel jij? Jij! Oh nee, dat is mijn vriend. Dat is de aardaar. Hallo, riep iemand mij? Ja. Oh, hallo. Ja. Wie ben jij? Ik ben Jijder. Oh, ik ben de Adonis. Ja, zie je? Ik heb nooit een pratende ananas gezien. Nee, ik heb het ook niet. En waar is je... Hoe heet die grote gele ding? Dat is een koeien. Die fruit. Die grootste. Loop maar even naar de toe, want die kan ook praten. Oh, hoe heet jij? Pompompoes. Wat zeg? Pompompoes. Ja, maar hoe kan jij nou praten? Ja, hoe kan jij praten? Ja, ik ben gewoon een mens. Maar een mens, dan kan wel praten, maar een fruit niet. Hoe kan een fruit dan praten? Dat wil ik even weten. Zeg het dan. Zeg eens wat. Nou, ik denk dat ik het net zo geleerd heb als jij. Ja. Ik heb op de fruitschool gezeten. Kan jij spugen? Probeer het eens. Dit nog eens? Met mijn mond doen. Ja, maar dan moet er iets uitkomen. Nee, kijk. Ik doe het even voor. Jij bent gegroeid. Ja. Zo. Ik heb hem echt niet meer gezien. Ik heb hem 10 jaar niet meer gezien. Nee, dat klopt. Hè? Hoe oud ben je nu? 18. In de tijd hebben we veel problemen gehad met het monteren. Dat weet je allemaal niet. Want we hebben 3 kwartier opgenomen met jou. Je hebt het over van alles gehad. Je hebt met al die vruchten daar gesproken. Had het op een gegeven moment, had hij het over... ging hij praten met die banaan weer. Ging hij hem uitleggen hoe je penalties moest nemen. Ja, maar fantastisch. En toen wij jou
te grazen hadden, toen had jij een balletpakje aan, dus had je op balletles. Ja. Of wil je daar liever niet over spreken? Nee. Maar ik begrijp dat ballet is... Dat is weg. Is weg, dat is over. Oké, okay, praat nu. Wat is jouw lievelingsvrucht? Of haat je fruit nu? Nou, appeltje af en toe. Appeltje? Ja. Heb jij ons programma een beetje gevolgd in die, al die jaren? Of ben je er af en toe. Af en toe. Ja, sorry. Hij is wel eerlijk. Ik bedoel, wat is de leukste bananenspit grap die je hebt gezien? Zo, dan zal ik jou eens eventjes... Nou, die, toen jij hem als vogel ging, vond ik wel grappig. Dat was ook vogel. In mijn uitzending. Ja, dat is dezelfde uitzending. Ja. Je, volgens mij heb je dus, behalve die ene uitzending, nooit. jij er? Ja. Een jeugdfoto van je? Krijg je mee? Kijk eens. Een souvenir. Telefoon. Hallo? Ja, met Louis. Oh nee. Ik wil even twee dingen kwijt. Ja. Even kijken of de telefoon het deed. Ja, die doet het, Louis, dank je. En hoe lang moet ik hier nog staan? Want het is een beetje benauwd. Dag, Louis. Dag. Kijk, deze telefoon, deze pompoen, is voor jou. Speciaal gemaakt. Speciaal is maar uniek. Is er maar één van. Trek even dat ding eruit. Zo. En die neem je mee. Vooruit. Oh. Uit. En voor het weer gaan we nu naar Peter Timofeev. Zo. Ja. Wat een weer heb je meegenomen? Ja, niet best. Nee, is niet best. Van de week was het beter, ja. Ja. Leg nou eens uit, waarom worden die weerberichten altijd langer? Vroeger was dat altijd heel kort. En nu komt er zo'n enorme jeleile over je heen. Waarom is dat zo lang? Nou, dat heeft te maken met het feit dat er tegenwoordig gewoon veel meer belangstelling voor het weer aan zich is. Bij wie? Bij het publiek. Is dat zo? Ja, dat is zo. Nou, jij zal het wel weten. Ben je iets met iets bezig of zo? Nee. Het interesseert me heel serieus. Soms dan weet ik niet meer, dan denk ik, wat hebben ze nou gezegd? Wat was het nou, wat ging het nou worden morgen? Want er was zoveel met bij. Als dat zo is, doen we het niet goed, hè? Het is natuurlijk altijd een afweging van wat je in je praatje meeneemt. Niet te veel informatie, want dat blijft er niet hangen. Ja. Niet te weinig, want er is toch veel belangstelling voor. Ja. En dat je het toch zo probeert te brengen, dat je verhaal blijft hangen. Dat als je inderdaad iemand vraagt van, wat heb ik nou gezegd? Dat je dan op zijn minst een paar items nog te weten herinneren. Dat is wel de bedoeling. Heb je er wel eens naast gezeten, maar echt flink naast gezeten? Dat hoort bij het vak. Ja? Ik kan me één voorval herinneren van een geval. Toen had ik op een vrijdagavond, meen ik, dienst. En toen hadden we voor de volgende dag, voor de zaterdag, dat was vorig jaar zomer, meen ik. Ja? Hadden we een hele slechte dag, hadden we verwacht. Dus met een heleboel regen daarin. En nou, op grond daarvan zijn een heleboel mensen die gaan plannen. Zo was er ook een hele grote bijeenkomst is er geweest van scouting. Ja? En dat is toen afgezegd op grond van mijn weerpraatje. En moet je je voorstellen wat er dan gebeurt. Dus die mensen gaan, nou, honderden mensen waarschuwen van, sorry, jammer, het gaat niet door, want het wordt morgen geitenweer. En dan blijkt het een mooie dag te worden. En dat is dan, een heel vervelend, ja. Nou ja, beter zo dan andersom. Ja, nou goed, nog erger. Dat is waar. Huh? De meest vreselijke orkanen, die hebben altijd van die lieflijke meisjesnamen. Wie bedenkt die namen eigenlijk? Oh, dat is de Wereldmeteorologische Organisatie. Daar zit een aantal mensen die bedenken dat. Die worden al jaren van tevoren wordt zo'n hele lijst gemaakt. Dus ze weten eigenlijk al welke naam de volgende cycloon krijgt. Dat is al van tevoren bekend. Dus ze gaan gewoon het lijstje af. Ja. En gaan ze gewoon tellen. En waarom, nog één vraag, waarom sta je altijd rechts voor de landkaart en bedek je... Rusland. Nee, Israël. Israël. Waar het altijd mooi weer is. Nou, precies wat je zegt, daar is het altijd mooi weer, dus wat moet daar dan van vertellen? Ja, maar in Spanje is het ook wel... Ja, maar daar zitten veel meer mensen. Althans, veel meer Nederlanders gaan er naartoe. Is dat zo? Ja, dat is zo.
Ja, maar als jij voor dat Israël blijft staan, dan komen ze nooit natuurlijk. Ja. Oh, je moet ergens voor gaan staan natuurlijk. Ja, 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 oké. Okay. Het moment is gekomen om Peter te onderwerpen aan een opwindingstest. Waar zou deze door weer en wind getekende journaalmedewerker zich nog over kunnen opwinden? Wij hebben geconstateerd dat er onder onderzoeksmedewerkers flinke spanningen heersen. Dat hangt een beetje met het werk samen. Vooral met die mensen die voor de camera's moeten verschijnen. Dus wij hebben gedacht dat wij een onderzoekje zouden moeten starten. Om eens te kijken hoe dat nou zit met de stress en de opwinding en de algemene lichamelijke conditie. Mm-hmm. Ik ga u koppelen aan onze cardiograaf. Daar voelt u voor de rest helemaal niets van. Een apparaat dat meet uw hartslag. Ik ga u zo direct wat foto's laten zien. En dan mag ik van u weten wat die foto's bij u doen. En hoe het erop reageert. Het apparaat registreert allemaal automatisch. En dan kunnen we daarna opmaken hoe het ermee gesteld is. Kunt u mij eens beschrijven wat u hierop ziet? Warbel van allerlei staren. Van buizen, van zalmen. Zet het u eens? Trappen, nee, zeg maar niks. Nou, gevoelsmatigheid hoor je ook aan de hartslag. Gebeurt er ook niks. Hè? Het is heel mooi constant. Het is leven. Oké, okay, dan nemen we de volgende. Ach, dat is wel leuk. Dan houden we het toch weer. Ja. Toch wel. Zie ook niet voor jou hoor. Ja, Wessels. Ja. Ja, Roes, hoe opgewonden is die? Ja. En hoe is met zijn kaak goed? Nou, dat is niet zo mooi. Ja, als je het hier van me overneemt, dan ga ik wel even bij hem kijken. En dan wisselen we elkaar even af. Ja? Ik kom eraan. Oké. Okay. Nou, zover. Ik moet even weg. Assistent neemt het even over. Ja. En dan kom ik zo even terug. Ja, oké. Okay. Blijft u ondertussen rustig zitten. Draai de schotels even uit. Ik zal even omdraaien. Laat u hem goed opzetten. Nee, dat is onlogisch. Nee, dat is onlogisch. De duim gaat niet. Ik zal de zon op de grond zitten. Oh, wat erg. Ik zie u zo. Ja. Ja.
Er gaat toch iets niet goed, ik ga even verzekeren halen. Dat kan echt niet. Helemaal weg als nergens. Wil je dat eventjes langskomen? Kom even helpen. Geen schijn. Ja, dankjewel. Nou, dan komt zo iemand bij. Hoi. Eén ding wil ik even weten. Je deed heel erg je best om je hartslag weer tot rust te brengen. Ja. Waar dacht je toen aan? Nou, nergens aan. Ik vond het alleen maar heel erg gênant dat me dat overkwam en zo. En dat, ja, normaal heb ik denk ik mijn gevoelens redelijk onder controle, zou je zeggen. Ja. Maar als ik weer een mooie onweersbui zie of zo. Ja. Hoe is het nu met in dit je? Geval redelijk. Zuster, ja. Kunt u even komen, zuster. Het trofee aan Peter. Leuk, dankjewel. En als u eventjes nog even kunt checken hoe het met hem gaat, ja, dan krijg je deze bloemen. Die zijn voor je vrouw, want die zit hier ook. Ik krijg je warm als ik weer. Oké, dat was hem weer. Vrienden van het vrolijke leven. Gezellig dat jullie bij ons waren vanavond. En ik hoop dat wij volgende week vrijdag, dan is het Goede Vrijdag, weer net zoveel plezier met elkaar zullen hebben als nu. Voor strakjes, lekker slapen en morgen is de zon weer op. Zegt Timo Feest.